Ik ken hem nog van mijn stage bij Farah Laat. Hij presenteerde dat programma met Claudia de Breij samen. En toenertijd moest ik zijn interviews voorbereiden. En nu mag ik hem zelf interviewen. De cirkel is weer rond. Dolf Jansen. Die man riep, handgranaat! En wierp daarna een vaccinelichtjehouder tegen de Gouden Koets. Ja, dat is een daadstem. Hij riep, handgranaat! Ik denk als hij ermee had geroepen, vaccinelichtjehouder! En daarna een handgranaat had geworpen, was de impact nog groter geweest. Dat denk ik wel. Jij bent wel de koning van de oudejaarsconferences, moet ik zeggen. Nou, cabaret is geen wedstrijd. Maar nou, als het een wedstrijd is, ben ik recordhouder. Ja, en ik heb wat meegenomen om het te vieren. Dat meen je niet. Jij bent natuurlijk onwijs aan de lijn en zo. Je weet dat ik zo op moet, hè? Ja, ja. Dat voor de afloop. Spanning. Nou, hartstikke leuk. Alvast, om een beetje in de stemming te komen. Bonussen. Nee, je kent ze niet? Ja, appeldingen. Appelbillets. Dankjewel. Die eten we natuurlijk met oudjaars. Die gaan allemaal in dit prachtige lichaam, ja? Allemaal naar binnen. Straks, nou, hè? Straks. Hey, hoe kijk jij terug op die tijd samen met Lebbes? Want jullie hebben er 18 gedaan al, samen dan. Ja, wij deden vanaf het begin een oudejaars, omdat wat wij maakten, Lebbes en ik, was onder meer cabaret dat ging over nu, over het moment, over de krant, over de politiek. Voor ons was het dus volstrekt logisch om iets te maken en dat bleek een oudejaars te zijn. Mis je hem nog? Lebbes. Ja? Ja, joh. Naast je, want je staat er toch nu. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, ik zal je maar vol gaan eten straks. Beide... Verdriet weg eten. Ja. Nee, voor beide geldt, voor Lebbes en voor mij, dat we in het theater het heel erg aan zin hebben. Wij doen iets andere dingen en we doen onze eigen dingen en dat gaat heel goed. Ja. We treffen elkaar, we zijn nog steeds even goed bevriend als toen. Ooit gaan wij weer wat samen doen, wat weet niemand. Nee. Hij speelt nu solo met Branding, ik speel solo oudejaars. Ik ga in april een volgende voorstelling maken. We spelen alle twee, we hebben het erg naar ons zin. Ja. En we hebben alle twee meer vrijheid dan we samen hadden. En dus het gaat helemaal goed. U heeft, nadat ik aanneem, twee weken geleden het CDA-partijcongres meegemaakt. Het was een hoogtepunt van de democratie. Met een voorzitter die tegen een zaal met, ik geloof, meer dan 4000 CDA-leden. Waar moest er ook gestemd worden. En toen zei hij letterlijk, dames en heren, de eerste voorstel wat in stemming komt is negatief gesteld. Dus als u voor bent, stemt u tegen. Als u tegen bent, stemt u voor. Bij 2000 CDA-leden zag je een deel van hun herseninhoud zo'n 15. Hij gaat het jaar fileren in dunne plakjes. Er zit sport in, niet zo heel veel. Gelukkig. Ik heb een dus voor vrouwen neusdruppels, is het ook leuk. Neusdruppels van de Turnbond, dat is echt goed spul. Ja. Ik raak hier en daar aan het sport. Maar als ik het over het WK voetbal heb, om een voorbeeld te noemen, heb ik het helemaal niet over voetbal. Maar over het feit dat Shell het WK voetbal gebruikt om te zeggen, wij van Shell zijn gek op windenergie. En dat iedereen denkt, Shell, oliemaatschappij, what the fuck. Dat vind ik interessant. Ja. Al die doelpunten, Nigel de Jong komt erin voor, heel even. Bayern München komt erin voor, heel even. Want Bayern München hebben we goed bij de ballen, lieve vrienden, vriendinnen. Dat zijn verhalen, ja, je hebt geen idee, hè? Totaal niet. Ik sta met een blonde vrouw over voetbal te praten. Daarom, dat is kansloos. Ja, ik snijd maar wel even aan, gewoon maar uit beleefdheid. Schudden en dan aan mij uitleggen wat buiten spel is. Ja, nee, het zijn mijn keuzes uit het jaar. Ja. Ik bedoel, op dit moment, vanavond zit het hondje van Patricia Payne er nog in. Oh, wat was er met het hondje dan? Die was weg. Die was zoek. Nou. Oh, dat weet ik niet. Ben jij nou een dat showbiz? Zou ik moeten weten. Ja. Vraag me alles over het huwelijk van Jolante. Dat weet ik dan dat weer wel. Dat zit er niet in. Zit dat er niet in? Misschien vanavond weer wel. Wat ga je zelf doen met Oudjaarsavond? Want je speelt overdag. Oudjaarsmiddag. Ja. Dan ben ik kapot. Dan heb ik 60 voorstellingen gespeeld. Ja. Dan ga ik gewoon zitten. Dan ga ik... Kutje. Oh. Dankjewel. Dan ga ik appelbillets eten. Fuck. Dan ga ik appelbillets eten. En gewoon uit. Ik ben niet geen jongen van de feesten. Ik ben dan blij. Het is klaar. En daarna weer nieuwe het jaar is voorbij, weer nieuwe inspiratie. En tot slot, dit is echt het allerlaatste. Lebbes zit toevallig ook in onze uitzending. Ja. Toevallig. Dus misschien heb je nog een boodschap. Lebbes, je bent de beste vriend die ik nooit gehad heb, jongen. Dat weet je. Hou vol, jongen. Want je kan het, hoor. Je kan het, ook zonder mij. Nou, misschien niet, maar probeer het, hè. Lebbes. Hou homo. Ik vind het ontroerend. Prachtig. Hey, dankjewel. Nou, ga op. Hoi. Dankjewel. Doei. Hier zit er nou. Lekker, man. Ja, vers van de bakker, hè? Hoi. Doei.